Goedemiddag, leuk dat je weer kijkt. We zijn weer live op Facebook. Mijn naam is Eduard van Nieperen, ik ben makelaar bij Ellen Mauthaar Makelaardij. En vandaag hebben we weer een live rondleiding, een virtueel open huis, zoals we dat ook nog wel noemen. In Naarden, in het Ministerpark, woonwijk Ministerpark. En de straat waar ik sta heet het Binnenhof. Binnenhof 44, dat is het appartement wat ik jullie vandaag ga laten zien. Het staat vanaf vanmorgen vroeg op Funda. En bezichtigingen die zijn vanaf volgende week in te plannen. Maar nu door middel van deze live bezichtiging alvast even een kijkje. Ik ga de camera omdraaien om in eerste instantie even de locatie te laten zien. Er wordt hier in de verte gewerkt, dus ik weet niet of die geluiden te zien zijn. Een aannemer is druk bezig. Ik, zoals gezegd, sta op Binnenhof. En het Binnenhof, er zijn verschillende appartementengebouwen. Het appartementengebouw wat ik nu in beeld heb links, dat is het hoge gebouw. En het appartement wat ik straks ga laten zien, dat zit in een wat lager gebouw. Wat kleinschaliger. Nou, een aantal weken geleden heb ik jullie het Binnenhof 225 laten zien. Dat is een appartement wat wij toen te koop hadden. En die was echt binnen een aantal dagen verkocht. En een nieuwe kans. Hier achter mij, ik draai de camera even om, zien jullie dus het lagere gebouw. En dat is een portiekflat. En op de hoek, achter de boom, achter het groen, daar hebben we een maisonette te koop. Nummertje 44, 71 vierkante meter, met drie kamers. Nou, parkeren is hier geen probleem. Er zijn hier voldoende parkeerhaventjes aangelegd. Achterin nog een klein, achterin beeld een klein speeltuin. En er staat nu even een auto voor. Er worden pakketjes rondgebracht. Maar daarachter, daar zien we ook nog een parkeerterrein. Voor dus, zoals gezegd, voldoende parkeergelegenheid. Nou, Binnenhof ligt praktisch naast het station. Achter het hoge gebouw wat ik net liet zien, daar loopt het spoor. Daar heb je dus eigenlijk helemaal geen last van. En dus op loopafstand van het station. Nou, winkeltjes in de buurt. We hebben hier de Makailaan. Met een grote plus supermarkt onder andere. Maar ook het centrum van Bussum. Nou, daar loop je met 10 minuten loop je daar naartoe. Nou, ik loop ondertussen naar het appartement. Dit zijn de begane grondappartementen, de brievenbussen en het portiek. Dus geen galerij. Nee, we hebben een kleinschalig portiek met in totaal 6 woningen. Dus kleinschalig, zoals ik al zei. En de woning die ik jullie ga laten zien, die bevindt zich op de 3e en de 4e verdieping. Nummer 44, zoals ik al zei. Dat is ook gelijk de bovenste. Ja, dus er is één buur die hier hetzelfde stukje langs gaat. Dus je hoeft niet bang te zijn voor veel geloop langs de woning. Zo staan we binnen. Het appartement, zoals gezegd, 2 woonlagen. Met op deze woonlaag, zoals we zien, de trapopgang. Trapopgang, die hebben ze voorzien van houten treden. Ziet er keurig uit. Wanden zijn allemaal netjes strak gemaakt. En op deze verdieping vinden we de hal dus, met voldoende plek voor een kapstok. Naast de toegangsdeur het toilet, achter deze deur. Het is altijd te klein om op de film te zetten, dus die sla ik even over. En een hele ruime kast onder de trap, dat is deze deur. En hier de eerste slaapkamer. De grootste slaapkamer. Zoals gezegd, er zijn er 2. Deze verdieping 1 en straks boven zullen we er nog eentje zien. Ik heb een beetje last van tegenlicht, maar volgens mij is het wel duidelijk te zien. En vanuit hier kijk je uit
op woonhuizen. Die hebben daarboven nog een terras, maar ook tuintjes. En die liggen ook aan het Binnenhof. Maar de voordeur ligt aan de Thorbeckelaan. Voor de mensen die wat bekender zijn in deze omgeving. Nou, de slaapkamer. Voldoende ruimte voor een bed. Groot bed, tweepersoonsbed. En een kastenwand die de huidige eigenaar hier heeft geplaatst. En dan zie je dat er voldoende loopruimte is om het bed heen. Je kunt nog een televisie aan de wand ophangen. En de ramen zijn hier allemaal vervangen. Daar zit dubbel glas in. Dat kan je hier zien. Daar is overigens weer een ander appartementengebouw. Met een aantal luxe appartementen. De vloer. Ligt overal hetzelfde laminaat vloer. Dus dat loopt hier door in de hal. Hier rechts weer de trapkast. Echt een diepe trapkast. Veel bergruimte. De verwarming hier in de hal die is netjes weggewerkt met een ombouwtje. Nou, dan gaan we naar het woongedeelte. Dan loop ik maar gelijk de woonkamer in. En dat is echt een hele fijne, lichte kamer. Grote ramen zijn hier gebruikt. Met een deur naar het balkon. En het mooie, het balkon ligt op het zuidwesten. Dus je hebt hier de middag- en de avondzon. Je zit hier super. Even naar het balkon lopen. Ik stond net op het balkon en het waaide heel erg. Dus ik ga even kijken of dat... Nou, dat gaat wel goed. En hier kijk je dus over de huizen heen. Echt superleuk uitzicht. Tenminste, je kijkt lekker ver weg. Veel groen. De wijk, het ministerpark, is voornamelijk... gebouwd in de jaren 50. Ook een aantal vooroorlogse gebouwde huizen staan daar. En je hebt hier echt het gevoel van privacy. Niemand die hiernaast zit. Want wat ik al zei, je zit naast of je zit op de hoek van het gebouw. En daarnaast zit er ook niks meer boven je. Dus eventueel geluidsoverlast van feestjes bij buren of iets dergelijks. Ja, dat heb je hier achter praktisch geen last van, denk ik. Oh ja, hieronder kijken we op een paar platte daken. Platte dak aan de voorkant in beeld. Deze, daar zit ook een berging. Berging van 230 bij 220. Dat is een eigen berging die bij het appartement hoort. En dus daar kan je goed je fietsen kwijt. Nou, ik sta nu hier in de zon en de zon die draait hier alleen maar verder naartoe. En dus dit bankje wat de huidige eigenaar heeft geplaatst, die staat denk ik met een uurtje in de zon totdat de zon ondergaat. Nou, hier vanaf het balkon heb je mooi zicht over de totale woonkamer en zien we dus ook meteen de keuken. De keuken is in 2013 geplaatst. Ook hier weer dezelfde vloer als die we in de slaapkamer net zagen in de hal. En even de deur vastzetten voordat die openwaait. En je hebt dus echt wel, ondanks dat het echt een mooie grote keuken is, een mooie plek ook om een eettafel neer te zetten. Dit is een eettafel nu voor 4 stoelen, maar een iets langere kan je hier heel goed kwijt. Nou, veel werkruimte, groot aanrecht, veel bergruimte, genoeg kastjes erboven. Er wordt hier op gas gekookt, 5 pits. De oven, combimagnetron. En dat is een Siemens, van het merk Siemens. Fornuis is Bosch. Dus ze hebben ook gewoon goede apparatuur gebruikt. En vanaf hier
kijk je dus op het hogere gebouw Binnenhof. En dat ligt op zich op een prima afstand. Je kan niet bij elkaar op het bord kijken. En wat ook wel leuk is, is de boom die hier nog voor staat. En dus ook hier vandaan weer genoeg zicht op ook groen. Nou, ik had gezegd 3-kamer appartement, dus jullie hebben nog een kamer te goed voor mij. Dat is deze. De huidige eigenaar heeft hier een werkkamer van gemaakt. Lekker onder het raam een bureau gezet, voldoende licht. Kan natuurlijk ook heel goed als slaapkamer gebruikt worden. Ook uiteraard hier dubbelglas. Ventilatierooster daar bovenin. Nou, hierboven heb je ook een intercom. Dus je hoeft niet meer naar beneden te rennen als er iemand voor de deur staat. Nou, hier ook nog weer een hele diepe kast. Ik zal de deur niet open doen. Dat doen we wel bij een bezichtiging. En dan de badkamer. Badkamer ook in 2013 helemaal vernieuwd. Hij is ruim. Er zit uiteraard een toilet in. Een ruime inloopdouche. Ik loop even naar binnen, want het licht gaat automatisch als ik naar binnen ga. Hopla, daar is die. Een ruime inloopdouche. Zonder een drempeltje. De vloer loopt gewoon netjes door. Grijze tegels op de vloer, wit op de wand. Dat zien we tegenwoordig heel veel. Wastafelmeubel. Nou, de handdoeken kan je ook netjes ophangen. En een nis voor wasmachine en droger. Dus die is op deze manier keurig weggewerkt. Nou, wat ik zelf ook altijd wel prettig vind, is dat er toch een klein raampje nog in de badkamer is geplaatst, zodat je ook kunt ventileren. Er zit overigens ook een mechanische ventilatie in het huis. En dus wat dat betreft, als het heel koud is, heb je toch de ventilatiemogelijkheid. Dus dat is de badkamer. Het is gewoon echt een heel verzorgd appartement. Nou, vraagprijs heb ik nog niet genoemd volgens mij. 195.000 euro. Dat is de vraagprijs. Vierkante meters die je daarvoor krijgt zijn 71 vierkante meter verdeeld over 2 woonlagen. En belangrijk element hierbij het appartement is dat de woning wordt aangeboden met een koopgoedkoopregeling. Dat is een erfpachtconstructie. Dus in principe koop je het appartement en een gedeelte van de grond wordt uitgegeven in erfpacht. En het koopgoedkoop wil zeggen dat je, de constructie wil zeggen dat je een kortingsregeling krijgt voor de eerstkomende 10 jaar. De erfpacht is nu vastgesteld op 89 euro per maand afgerond. Maar die betaal je pas na 11 jaar. Want het eerste kalenderjaar betaal je 0 euro. Je krijgt 100% korting. Het tweede jaar betaal je 10% van dat bedrag. Het derde jaar 20% en zo oplopend tot het 11e jaar. En dan betaal je dus pas die volledige erfpacht. Dat is geïndexeerd. Dus het zal over 11 jaar wel een iets hoger niveau hebben. Maar het is ook aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dus dat wil zeggen dat het een bruto bedrag is en uiteindelijk betaal je dus minder, netto. Nou, alle informatie hebben we hier uiteraard nog over op papier. Dus ook mocht je daar wat meer informatie over willen hebben, dan kunnen we dat toesturen. Stuur ons dan een berichtje. Dan kunnen we dat nasturen. Het is een appartement, dus je betaalt ook servicekosten die liggen, dan moet ik even spieken op mijn briefje, want ik had daar het eventjes
Niet helemaal in mijn hoofd. 121 euro per maand. Dat betaal je aan de Vereniging van Eigenaren. Vereniging van Eigenaren, die houden het onderhoud bij. De opstalverzekering zit daarin. Dus dat hoef je niet apart nog een keertje af te sluiten. Nou, dat is hem denk ik wel. Volgens mij heb ik alle details laten zien van met name deze hele lichte woonkamer. Ik loop nog eventjes langs alle ruimtes als afsluiting. Hier dan een kast rechts met daarnaast op dit moment de werkkamer. Even kijken of ik hem iets donkerder kan krijgen hier. Ja, misschien is dat weer te donker. Dus dat is de werkkamer. Kast met trapopgang daarnaast en dus de badkamer. Hele fraaie badkamer. Het licht is inmiddels weer automatisch uitgegaan. Ideaal. Oh ja, nog een ding. Centrale verwarming. Vaak heb je in appartementen te maken met blokverwarming. Dan ben je afhankelijk van een verwarmingsketel voor het hele gebouw. Hier heb je gewoon je eigen ketel. Die is in 2009 geplaatst, dus die moet nog wel wat jaartjes mee kunnen. Nou, hier de hal. En dan nog een keertje de slaapkamer. En met voldoende plek. Je kunt er goed een vaste kast nog plaatsen. Nou, dan loop ik even naar buiten als afronding. Nou, zoals gezegd, vandaag staat hij net op Funda. Ik moet zeggen, er zijn al behoorlijk wat afspraken ingepland voor komende week. Er is vanmorgen veel opgebeld, dus wees snel als je nog zou willen kijken. Dan kan je even contact opnemen. Ik loop ondertussen even naar beneden. Contact opnemen met ons kantoor. Je kunt de contactgegevens vinden op de site binnenhof44.nl. Dus binnenhof44, allemaal aan elkaar, .nl. En daar vind je alle informatie maar over het appartement, maar ook over onze contactgegevens van het kantoor. Zo, inmiddels buiten. Mocht je nou het adres vergeten zijn, mouthaan.nl, dan kan je uiteraard ook even terecht. Nou, dat was hem weer, denk ik. Mochten er vragen zijn, schroom niet. Neem contact met ons op. Kijk even een beetje in de zon. Zo een overzicht van de omgeving nog een keertje. En voor nu wil ik jullie bedanken voor weer het meekijken. En tot de volgende keer. En uiteraard goed weekend.